Grunge is de naam van de ruige Amerikaanse gitaarrock die in de late jaren 80 ontstond in de Amerikaanse stad Seattle. Voor wie het genre niet kent, het is het heerlijke lawaai van bands als Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Soundgarden en Nirvana natuurlijk. Zoals wij alle weten is Menen het Seattle van Vlaanderen. Daar komt Pablo Honey vandaan. Vier grote grunge-bewonderaars, waarvan er twee, Jan en Jason, het allemaal nog hebben meegemaakt. En waarvan er twee, Hanne en Guillaume, het van horen zeggen hebben. Twee veertigers en twee twintigers met een muzikale bagage en een missie. Pablo Honey is de naam van het eerste album van Radiohead en vanaf nu ook de zuiverste grunge die te krijgen is buiten Seattle. Yeah.
Wat is het plan? Laten we ons heel breed beginnen. Wat is het plan? De insteek was van ja, welke muziek heeft ons beïnvloed? Wat willen we ook spelen en dat we ook kunnen tonen wat dat onze roots gelijk wil liggen? En kunnen we er ook mee een show naar buiten brengen? En kunnen we die show ook op een deftige manier verkopen? Dus ja. Dat zijn heel veel voorwaarden eigenlijk al. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Dat vond ik wel belangrijk, dat we ook eens iets, een goede show in elkaar konden steken, zonder dat we moeten nadenken over, ja, we gaan dan nog een plaat moeten opnemen, en we gaan dan nog merch moeten maken, en we gaan dan, snap je? Ja. Dus dat we gewoon een goede show, een degelijke show, die muziek dat we spelen, ons voor een stuk ingemaakt, en dat overbrengen op het publiek. Ja. En toen werd het grunge. Ja, het idee is ontstaan tussen Jan en ik. En wij zijn opgegroeid in de jaren 90. En dan... Jullie zijn de ouderlingen van de band, hè? Ja, dat klopt. Ja, wij zijn de oudjes, laat ons zeggen. Hè. Ja. En ja, dank u, Hanne, om dat nog eens te bevestigen. Maar we hadden ook heel snel de reflex. Ja, bon, we hadden zo in de jaren 90 een hele periode gehad die zo bleef plakken is bij ons. En wat we ook zeer zwaar door beïnvloed zijn. En we dachten van ja, moeten we in die richting gaan. We willen ons ook niet echt beperken tot één genre, maar grunge bleek toen wel een heel belangrijk element te spelen en van hoe gaan we die setlist in elkaar steken. Hanna, hoe is dat verkocht aan u? Hebben ze het aan u uitgelegd wat dan de essentie? Want jij waart nul toen Kurt Cobain stierf eigenlijk. Ja, dus jij... min de maand, ja. Ja. Wist jij iets van grunge? Was dat iets wat je ooit had horen voorbij komen? Hoe was dat in uw hoofd? Goh, de klassiekers, dat was wel zo van, ah ja, rings a bell. Ja? Maar zo geen naam of titels of kon daar niks op plakken. Nee. Dat was gewoon zo van, ah ja, ik heb dat wel al een keer gehoord ergens of zo. Maar hebben zij het verkocht op basis van de inhoud? Of op basis van het enthousiasme? Had je zoiets van, ik wil, dat zijn toffe gasten, ik wil bij die een band spelen? Of ik wil die muziek spelen? Of de twee? Wel, Jan had mij eerst gecontacteerd. En in het begin dacht ik, oei, Jan stuurt mij. Want ik weet ook wat dat hij er normaal doet. En ik weet ook dat ik daar niet echt in thuis ben. Dus ik dacht, ai, dat ga ik hier ja, nee moeten zeggen. Maar dan dacht ik, ja, eigenlijk is dat iets dat ik niet gewend ben van te spelen en dat ik in mijn opleiding ook nooit niet veel aan moet doen. Je bent echt opgeleid, hè? In tegenstelling tot de ouderlingen. Ja, zeg jij iemand ik heb die in de gestudeerd aan het conservatorium. Okay. En daar zag ik dan wel zo'n uitdaging van, can I pull it off? Allee, kan ik dat ook? En ik vond het zelf ook gewoon heel interessant om een keer in een wereld te duiken waar dat ik zelf volledig niet in thuis ben. Wat was het moment... dat jullie allemaal het gevoel hadden van, hier klopt het. Weet je dat moment nog? Was het een bepaald nummer dat je zei, hier hebben we het, we hebben het vast? Voor mij was dat toen dat we Man in the Box speelden van Alice in Chains. Was dat zo, het klikt gelijk. Toen met zo een paar nummers, toen dat we de set in elkaar aan het steken waren, was dat zo van, ja, moeten we die een band erin betrekken? Moeten we die een band spelen? Moeten we dat doen, dat nummer? En er zijn zo'n paar nummers zodat we zo altijd op terugvallen en zodat we elke repetitie ook iets hebben van, fuck, dat nummer zit goed. Dat was een die ook al vrij rap zo een van de eerste keren dat we hem speelden. En ik weet ook nog op de repetitie dat ook een van de eerste nummers was waar dat ik zoiets had van, ah, ik vind dat hier eigenlijk echt wel chic. Ja. Waar kijkt het meest naar uit eigenlijk allebei? Vooral de shows, hè. Ja, spelen, hè. Ja, dat wordt nu extra versterkt natuurlijk door de periode waarin dat we zitten. Dat er niemand shows kan spelen. Vooral dat optreden, vooral die show in elkaar steken en zorgen dat je eigenlijk een heel strak en goed live verheeld kunt brengen. Ik ben echt super benieuwd eigenlijk. Ja. Ik heb nog nooit in dat genre band gespeeld en ik ben echt benieuwd wat dat je terugkrijgt van zo'n publiek. Ja. Want ik denk dat dat wel iets anders is dan dat ik gewend ben. Maar je gaat je ouders zien dansen. Ja, het is niet dat mijn ouders nog nooit hebben zien dansen, maar... of zien headbangen of in heel veel meegaan in muziek. Ja, ja. Belangrijkste vraag, wat gaan jullie aandoen? Let's not go there. Ja, we hebben nog geen dresscode, maar Hanne heeft beloofd van op te trainen in een leerbroek. Nee, dat is een van de eerste dingen dat ik gezegd heb als ik toekwam op die eerste repetities. Gasten gaat mij niet in een leerbroek krijgen. Gaat niet gebeuren. Maar nee, vestimentair is er geen dresscode, laat ons zeggen. Er is wel één ding wat ook typisch was voor die periode, was stage diving en crowdsurfen. Ja. En dat mag niet meer. Hoe, dat mag niet meer? Wie heeft er dat gezegd? Wie heeft er dat bepaald? Was de relatie tussen Seattle en Menen, met de geboortegrond van Pablo Hani?
Als er al een parallel moet trouwen zijn, ik kom uit een periode waar dat mee nogal marginaal was. En wat je ook wel ziet, van al die bands uit die periode, laat ons zeggen, druggebruik misschien. Ja. Als er al een parallel moet getrokken worden, misschien dat. Muzikaal had er absoluut geen parallel te trekken zijn, denk ik. Ja. Maar misschien dat wel. Ja. Want je hebt toch wel heel veel van die muzikanten die er nu niet meer zijn. Nee, dat is ook opvallend. Absoluut daardoor. En wat dat ik meen, toch wel bij het opgroeien daar ook wel veel heb zien gebeuren. Ja. Wat is de korte samenvatting? Pablo Honey is... Ja, tribute to the 90s, tribute to the 90s grunge. Ik wil het zo niet per se richten op grunge, maar dat is wel de kern. Ah. Dus tribute to the 90s, wat dat wel niet naartoe Fabiola of zo. Hè. Allee! Jammer, gemiste kans. Dat is voor de volgende keer. Precies, ja.
persoonlijk wou ik ook eens een beetje mijn eigen grenzen ontdekken van wat kan ik doen met mijn stem. En als je zegt van ja, je grenzen opzoeken, ja, in de jaren 90 zijn er een paar gigantisch iconische zangers geweest, zoals Neddy Vedder en Chris Cornell. Waarom zijn die zo iconisch? Is dat een grens over dan, die mannen? Is dat een andere, ja, another league, zoals ze zeggen? Ja, zoals in de jaren 70 heb je bijvoorbeeld een Robert Plant van Led Zeppelin. Obvious. Als je een poging onderneemt om de Chris Cornell te coveren, ja, dat is een lesje in nederigheid. Is dat waar? Ja, absoluut. Ja. Dat kunnen niet in de badkamers even... Nee. Toen dat ik 12 jaar was, heb ik een paar keer proberen Freddie Mercury na te doen en zo. Maar nee, het is echt een lesje in nederigheid. Ja. Maar langs de andere kant, ja, we hebben dat toch de moed gevonden om er toch een doorstart te maken. En we vonden dat heel belangrijk om jonge muzikanten erbij te betrekken. Allee, de talent in België, een Guillaume, een fantastische gitarist. Ja, Guillaume, waarom ben jij zo fantastisch? Dat ben ik helemaal niet. Dank u toch wel, Jan. Maar waarom jonge muzikant? Waarom net die jonge? Want jij werd niet eens geboren. Nee, ik was niet geboren. Je hebt niks meegemaakt van heel die periode. Jonge muzikanten vonden wij heel belangrijk, gewoon omdat als je denkt aan de jaren 90 en aan de grunge, dan denk je aan energie. Als je die iconische bands, net die verder op Pinkpop, je ziet die jeugdigheid ervan afspatten. Dus jij misbruikt de jeugd eigenlijk om... Absoluut. Als oude mens. Met vreemde hoesting zelfs. De jeugd te herbeleven. Absoluut. Nee, we vonden in een Guillaume en in een Hanne alle gekheid op een stokje. Ze de mensen die ze en het talent en het gezicht hadden om eigenlijk dat project te vervolledigen. Ja. Straf. Ja. Maar het is wel een heel specifiek project. Ik bedoel, als 25-jarige wil je toch je eigen band hebben, je eigen... Ja, maar ik heb ook mijn eigen groep, maar ik vond het wel ook tof om... omdat ik nu zo gefocust ben op mijn eigen muziek maken, met mijn ander project natuurlijk. Ria, ja, te vermelden toch? Ja, dat je soms je eigen stijl zo hard creëert, als gitarist dan... En als je dan iets anders wil spelen, dan merkt dat je eigenlijk vastgeroest zit op je eigen zijn als muzikant. En als je dan iemand anders probeert na te spelen, dan merk je van, er zijn nog ook andere manieren om aan je snaren te trekken. Ja. Kun je dat benoemen? Wat er, is dat specifiek voor die periode? Ja, grunge heeft wel... Gitaristen daar, ik weet niet, die hadden allemaal iets raars gepakt, denk ik. Ja. Er zit er altijd zo'n soort van... fucked up kantje aan, dat je... Dus dikwijls op de repetitie dat je dat zei, ja. Zeg ik van, how the fuck am zij op die riff gekomen? Ja. Zo, en die sound gewoon, die gast moet zeker iets gepakt hebben. Ja, maar dat is echt... Soms is dat zo wakko en qua timing ook, dat je... Als je daar naar luistert, hoor dat niet initieel... Je kunt dat niet leren op school. Nee. Want eigenlijk, ik ben vooral een vrij 70s man. Ik ben zo AC/DC, Free, Led Zeppelin is zo met een... was zo met een shit, om zo te zeggen, waar ik mee opgegroeid ben. En daar, zeker bij ACDC, had je wel zo heel veel structuur. Wordt je... Ja. De basdrum komt op die en taal samen met dat accent. En het is allemaal heel logisch in elkaar eigenlijk. En bij grunge is zo... we zien wel. En toch komt dat met elkaar heen samen. Ja. En daar was ik wel hard van geschrokken. Heb je het gevoel van, ik kan dat aan nu? Ik bevat het? Of is er toch nog wat schrik hier en daar gedenkt van... Nee, schrik heb ik eigenlijk. Nee. Guillaume kan dat aan. Allee, zijn dat er juist ook gehad over Man in the Box. Dat was eigenlijk, denk ik, voor iedereen in het band zo'n cruciaal moment. Man in the Box. Ja? En ik weet nog, toen dat Guillaume de solo begon te spelen van Man in the Box, er komt er een solo in voor dat ik zoiets heb van, fuck ja. Ja, allee, toen had ik zoiets van... dan had ik echt zoiets van... Ja, je mocht hem adopteren, hè? Dat kan, hè? Technisch gezien. Dan had ik zoiets van, ja, dat is... Allee, op muzikaal en op menselijk vlak gewoon de mayonaise pakte. En ja, dat was echt dus het gevoel, gelijk dat West-Vlaming zou zijn, tabaire-chic. Ja, tabaire-chic. Ja. Wat is het verschil in deze band speelt ten opzichte van een gewone band, dus eigenlijk is dat? Dat je hier allemaal hits hebt. en ook, ja, dat je wel op een manier dat nummer moet spelen dat je eigen nummer is. En dat was in het begin wat raar, want ik heb nog nooit in een tribute band of een coverband of whatever gezeten.
En de eerste repetitie zat ik daar zo moeilijk mee. Het is een groot woord, maar je zoekt er wel wat in van hoe kan ik dat nu een keer doen, zodat dat niet iets is dat ik aan het, dat ik iets aan het nadoen ben. Mm-hmm, ja. Maar eigenlijk is dat veel organisch gekomen. Dan drink je een keer pintjes samen, dan spreek je over welke nummers je nog wil doen. En eigenlijk drie repetities later zeggen die nummers en speel dat je juist zelf geschreven hebt. Ja. Zijn er nummers waarvoor dat je nu een zwak hebt dat je zegt van dat raakt me echt? Jawel. Hij had dat maar rooster, hè? Ja, ik heb dat maar rooster. Hij had die wel een riff geschreven naam. Ja, ja, daar ben ik een stek jaloers op. Alleen op de sfeer al van een nummer. Rooster is een nummer van? Alice in Chains. Oké, ja. Maar dat, ik weet nog, Rooster, dat was onze geluidsman van, ja, en die hebben er ook mee samen met King His Ace. Die dat ooit een keer op een studioavond, ik was denk 16 of 17 jaar toen nog, en je liet dat door en dat was, het was al heel laat, ik was super moe. En hij zette dat op en dat was zo, wat is dat jongen? Dat heb ik nog nooit gehoord. En dat heeft wel een vriendin indruk op mij achtergelaten. Save bad.
The Beautiful People van Pablo Honey zijn al bij voorbaat de feel-good hit van de zomers van nu tot 2030. Leven de jaren 90, leven Pablo Honey, say hello to heaven and come as you are.